De Braziliaanse man, de 11e positief geteste COVID-19 persoon in Suriname, is uit voorzorg overgebracht naar de Intensive Care Unit van het Sint Vincentius ziekenhuis. Op de persconferentie van de overheid gisteren zei BOG-directeur Minouche Bromet dat dit besluit is genomen voor verdere medische ondersteuning van de patiënt. Bromet zegt dat na meting was gebleken dat het zuurstofgehalte in het bloed van de man gedaald was. Zuurstofsaturaties worden gemeten natuurlijk als iemand in isolatie is opgenomen in het Wanica ziekenhuis, wordt die dus medisch heel close gemonitord. En daar is dus komen vast te stellen dat die saturaties in het bloed voor wat betreft zuurstof aan het dalen waren. Uit voorzorg is de persoon overgebracht naar de intensive care van het RKZ om daar COVID zijn symptomen, een van ze is dat het respirator heel snel acuut kan worden. En om te voorkomen dat dat in isolatie gaat gebeuren, is hij dus op de intensive care waar hij dus de intensieve zorg kan krijgen en ondersteunende zorg. Okay, wat zijn ook weer saturaties, zuurstofsaturaties? De saturaties in het bloed worden dus gemeten middels een duimklem. Vaak in het ziekenhuis en daarin kan je dus meten. De saturaties in het bloed moeten tussen 98 en 100 zijn. En als die daalt tot een bepaald niveau, dan moet je dus zo'n patiënt wel zuurstof bijgeven, zeg maar. Bromet gaf verder aan dat de psychologen van het BOG geestelijke ondersteuning zullen geven aan de repatrianten. Maar voor een algehele mental health ondersteuning tijdens de COVID-periode, daar wordt nog een plan voor opgezet. Er zal een webinar zijn. Ik heb de link doorgestuurd naar het COVID-team. Dat komt dus dan op de website te zien straks. Dat is een self-care webinar voor met name onze werkers in de zorgsector, onze zorgverleners. Hoe ze dus aan self-care kunnen doen voor wat betreft mental health, etc. Zelfzorg. Minouche Bromet, directeur van het bureau van het BOG. Op de COVID-19 persconferentie gaf ze aan dat de Braziliaanse man die positief is getest uit voorzorg in de IC geplaatst is.